Het kunstwerk is 7 meter hoog. Bij de opening gingen bezoekers via de trap naar boven. Veel mensen vonden het levensgevaarlijk omdat er geen hek op het kunstwerk is geplaatst. Vooral kinderen zouden van de rand kunnen vallen. Zoals nu is het levensgevaarlijk. Je kunt de trap omhoog, dan staat er wel in de verdieping. Maar ja, hoe zijn mensen en hoe zijn kinderen? Die zoeken de uitdaging op. Die gaan op een groter plateau en langs de rand lopen waarschijnlijk. Dat is levensgevaarlijk. Dat is niet afgeschermd. Ik kom hier elke dag bijna de honden even uitlaten. En ik heb natuurlijk wel de laatste 2 jaren de aanschouw gezien van het gevaar wat er neergezet is. En op een gegeven moment is het natuurlijk erg hoog. En als je mensen naar boven kunnen, ja, ze nemen ook kinderen mee. Het is gewoon levensgevaarlijk volgens mij. Bij het afgeven van een vergunning voor het kunstwerk is gekeken naar hoeveel gewicht de bovenkant aan kan. Het dak is berekend op het gewicht van bijvoorbeeld sneeuw en mensen die voor onderhoud het bouwsel op moeten, maar niet op het gewicht van publiek. De gemeente neemt nu het zekere voor het onzekere en sluit de trap af. Bezoekers juichen de maatregel toe. Om een tjalk heen moet een reling staan die minstens 90 centimeter hoog is. Dat is heel ingewikkeld, maar anders val je in het water. Nou, hier val je 7 meter naar beneden. Lijkt me dat je daar toch van tevoren even over nadenkt. Die risicoanalyse even maakt. Ik had daar boven een reling voorheen gezet. Gewoon rondomheen desnoods, waar in ieder geval niet de kans dat je over die rand valt. Ja, op zijn minst nog een afsluiting, hè? Een houten of dergelijke. Hè? Op normale hoogte. Hè? 1,5 meter, 2 meter. Ja, zo'n glazen heksel, dat is ook al mooi. Vind ik net persoonlijk. Heb je nog meer zicht eigenlijk? Hoe lang de trap dicht blijft voor het publiek en wanneer de gemeente Dronten met definitieve veiligheidsmaatregelen komt, is nog niet duidelijk.